Weet je nog? In maart won D66 verkiezingen. Omdat Nederlanders snakken naar een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Daarna leek de politiek op pauze te staan. De formatie schoot niet op. Terwijl de problemen niet kleiner werden en onze boodschap steeds urgenter. Extreem weer liet opnieuw zien dat klimaatverandering niet op pauze kan. Ook al zou de politiek dat willen. Het lerarentekort en de kansencrisis in het onderwijs zijn nog lang niet verdwenen en een betaalbaar huis op de plek waar je wil is nog steeds onvindbaar. Het is hoog tijd voor een nieuw kabinet. Daarom kiezen wij ervoor te onderhandelen. We willen niet langs de zijlijn staan. Wij willen er alles aan doen onze progressieve idealen waar te maken. Wij willen nu het verschil maken. Dat betekent echte keuzes maken. Progressiever, openlijker en menselijker. Met jouw stem op D66 koos je voor vernieuwing. Wij willen deze belofte waarmaken. Daarom werken we hard aan een nieuwe regering. Het is niet zeker of dat lukt. Maar wat voor ons geldt... We doen het goed... Of we doen het niet. Wat wel zeker is, we kunnen dit alleen met jouw steun. Sluit je aan, word lid. Voor een land waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.